Nou, bij ons komen in de kliniek toch heel veel mensen die toch er vermoeid uitzien. Dat is vaak een veel gehoorde klacht. De huidverslapping, de huidveroudering in het gezicht. Dat uitzicht vooral doordat het gezicht behoorlijk gaat hangen. Je ziet hamsterwangetjes komen, je ziet de onderkin. En mensen klagen dan te vaak dat ze er vermoeid uitzien. Bij Finesse Bodyline Clinic in Woerden hebben ze een methode waarbij ze dit kunnen aanpakken. De ultherapie. Dat is een niet-invasieve ultrageluidbehandeling om de effecten van tijd en zwaartekracht op uw huid tegen te gaan. De niet-invasieve ultherapie betekent eigenlijk dat je vanaf de huid een behandeling doet. Dus we hoeven niet te snijden, we hoeven niet te prikken. Maar we kunnen wel hele goede behandelingen doen met ultrageluid. Bij ultherapie maken we een echo omdat we precies de diepte van de collageenlaag willen weten. Op basis van die echo kunnen we die collageenlaag behandelen met pulsen. En vervolgens gaat je huid zelf die collageenlaag vervangen voor een jonge en stevige collageenlaag. Met ultherapie behandelen we met name de gebieden in de huid, in het gezicht, wangen, kaaklijn, de onderkin, de hals. En hierboven kunnen we dan de wenkbrauwboog behandelen. Het resultaat van de behandeling is een geleidelijke verstrakking van het gezicht die na verloop van tijd een liftend effect van de huid tot gevolg heeft. Maar wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. De behandeling is niet geheel pijnloos. Sommige mensen ervaren de pijn als een soort brandnetelgevoel. Maar er zijn ook wel mensen die het meer op elektrische ontharen vinden lijken qua pijnbeleving. Dat betekent dat we van tevoren ook wel wat aan pijnbestrijding doen om dat zoveel mogelijk te bestrijden. Cor Kok heeft al veel cliënten gehad in zijn kliniek die blij zijn met het resultaat. En zichzelf een stuk zekerder voelen over hun lichaam. Ja, ultherapie hebben we de afgelopen 2 jaar hebben we daar 300 behandelingen mee gedaan. Ja, wat we regelmatig horen bij ons in de kliniek is dat mensen achteraf weer zeggen van nou, ik krijg weer complimentjes van mijn omgeving van goh, wat zie je er goed uit. Dus ja, daar doe je het voor.